Vervolgens, als er binnen nu en twee jaar geen bindend referendum komt hier in Nederland, is het sloes. Wie van u hier heeft de speeches gezien van Jean-Claude Juncker van de State of the Union van 2017 en 2018? Jean-Claude Juncker. Precies, nou niemand dus. En wat hij daar zegt, hij schetst daar het beeld voor de komende Verenigde Staten van Europa. De maskers gaan af. Er komt een Europese politiemacht. Daar is al hier over gestemd in de Eerste Kamer. Weet niemand voor jullie hier iets van? Er komt een Europees Openbaar Ministerie. Is ook hier in de Eerste Kamer over gestemd. Weet ook niemand van. Er is een bankenunie. Er is een muntunie. Er is een strakjes. Krijgen we dus dat de positie van de president van het Europese parlement en de Europese commissie wordt samengevoegd tot één positie. Dus er komt één superpresident. Nou, laat mij raden, dames en heren, wie wordt die superpresident? Wordt dat Mark Rutte? Het wordt Mark Rutte hier met unaniem aangenomen. Nou, Rutte, rot maar lekker op naar Brussel. Maar wij trappen er niet in. Europese verkiezingen. Ja, dus de komende Europese verkiezingen zijn de laatste dat wij hier nog een stokje voor kunnen steken. Jean-Claude Juncker roept namelijk op in zijn speech in 2018, dat is dus afgelopen jaar, om alle overgebleven soevereiniteit van de Europese lidstaten over te hevelen. Dus wat zij hier dadelijk gaan doen is zonder enig probleem alle overgebleven Nederlandse soevereiniteit overdragen aan Brussel. En dan gaat u met uw parlementaire democratie. Ik zou zeggen, dames en heren daar achter op het plein, slaapt u rustig verder, loopt u vooral door, ga rustig slapen vanavond. Maar ik zie u hier over 5 jaar wel met een geel hesje. Dank u wel.